protesteren vandaag met de gehandicaptenzorg, de bijzondere jeugdzorg en het algemeen welzijnswerk tegen de besparingen. Wij werken in een sector waar dat er al jarenlang een personeelstop is geweest. We hebben genoeg bespaard en we worden nu geconfronteerd met nog meer besparingen. In totaal 15,5 miljoen euro minder, hetgeen overeenkomt met 300 jobs. Jobs die broodnodig zijn om zoveel mogelijk mensen te helpen en om kwalitatief werk te kunnen blijven geven. Momenteel zijn we eigenlijk al onderbemand. En als het nu zou nog meer besparingen zou zijn, ja, dan gaan we met nog minder personeel zijn, waardoor dat we nog minder eigenlijk kwaliteit kunnen bieden aan de bewoners. Maar ook voor onszelf als personeel is dat gewoon niet haalbaar. Jullie zitten nu al onder veel druk, qua werkdruk. Ja, eigenlijk één begeleider voor 10 bewoners, dat is te weinig. Hè. Wat zouden de besparingen voor jullie betekenen? Ja, ze spraken van 300.000 euro op jaarbasis. En wij schatten dat er mogelijk toch een viertal mensen moeten afvloeien. Dat weten we niet zeker, maar de kans is natuurlijk wel reëel. We hebben ook deze week het bericht gekregen van het FAP dat met MFC en de nieuwe regelingen we minder geld gaan trekken dan verhoopt. Wat maakt dat dan nog bovenop die besparingen komt? En dat zien wij niet zitten. Wij zijn ook in een voorziening waar de personeelstop heel zwaar heeft ingehakt. En daarom vinden wij dat absoluut niet kunnen wat er nu gebeurt. De besparingen betekenen voor ons, dat hebben we uitgerekend, betekent dat we 40.000 euro zouden moeten besparen. Bovenop de 10.000 euro die er al geweest zijn, omdat we die indexering niet meer gehad hebben van de werkingsmiddelen de laatste jaren. Ook de Vlaamse regering die dat beslist heeft, dat zou neerkomen op 50.000 euro. En concreet, heeft onze directie bij ons berekend, zou dat neerkomen op 800 euro per jongere die we minder kunnen investeren. Voor mij zouden de besparingen ten gevolge hebben dat ik geïsoleerd word. Dat ik niet kan gaan waar ik wil gaan. Dat ik niet kan deelnemen aan de maatschappij en dat ik hele dagen binnen zit. En dat is denk ik niet de bedoeling van samenleven in de maatschappij. We gaan de komende weken natuurlijk ook de discussie voeren met alle sectoren. Want ik denk dat de situatie van besparingen op zorg en welzijn en dit soort van regering die alleen op het einde van de boekhouding is gaan kijken wat hebben we nog over. Dit hakt zo hard in op de samenleving waar wij voor staan, dat we echt die discussie gaan voeren. Ook met de ouderenzorg, met de geestelijke gezondheidszorg, met de culturele sector, met iedereen. Want ik wil nu niemand vergeten. Wat ik eigenlijk wil zeggen is, met iedereen in de non-profit sector, om te zorgen dat wij in stand houden waar wij altijd voor gevochten hebben. En dat is zorg en welzijn voor iedereen. Wij doen ons werk met hart en ziel. We doen dat al jaren met hart en ziel. En we zien dat ze nu de ziel uit onze sector aan het uithalen zijn. En dat kunnen we nooit accepteren en zullen we nooit accepteren. Op zorg en welzijn wordt niet per